Hallo filmfans. Hey, wij zijn Jasper en Niemann en welkom bij een hele bijzondere aflevering van Movie Idiots. We hebben 11 categorieën gekozen, waaronder bijvoorbeeld beste film van het jaar. Beste comedy, beste actiefilm, beste thriller en allerlei andere. Precies, en wij weten van elkaar niet wat we daarin hebben. Nee. Dus ik ga waarschijnlijk geschokt en verbaasd en ook wel misschien denken van, oh ja, dat zag ik wel. Maar we gaan het zien. Yes. En als laatste, als toetje, nadat we de allerbeste film van het jaar hebben uitgeroepen, hebben we nog een klein aantal speciale categorieën. Ja. Waar we wel samen een prijs hebben gekozen. Ja, waaronder dus kutfilm van het jaar. Ja, Jasper, voordat we gaan beginnen wil ik je heel veel kleine disclaimer hoe ik dingetjes heb ingevuld. Ik heb namelijk IMDb af en toe even geraadpleegd om te kijken, past een film in die categorie? Want ik wou sommige films gewoon graag noemen. Dus ik ben ruim geweest. Okay. In mijn. Dat vergeef je, want ik heb dat ook enkele keren gedaan. Oké. Dan gaan we beginnen. Met de beste animatiefilm. Ik zeg het gewoon meteen. Het is de film die mij het meest heeft geraakt, waar ik een traantje heb gelaten, waar ik heb gelachen. En dat is Finding Dory. Dat dacht ik eigenlijk al. Dacht je dat al? Ik dacht, want ik denk dat jij dacht van, jij wist welke ik ga kiezen. Ik dacht, dat is niet moeilijk. Nee. Want dat is Vaiana. Ja. Dat is gewoon, het was no competition. Ik had wel zo'n vermoeden. Ik heb inmiddels maar twee keer gezien. Vaiana. En ik, mijn is Vaiana. En ik dacht van, jij gaat die niet kiezen. Want jij was gewoon enthousiaster over Finding Dory. Ja, nee. Dat vond ik echt zo'n mooie film. Ja. En ik wist al, jij was enthousiaster over Vaiana. Ik bedoel, jij... Nou, dus wel lekker dat we in ieder geval met een verschil beginnen. Ja. Ja. Oké. Okay. Zullen we door? Ja. Door naar thriller. Er zijn niet zo heel veel geweldige thrillers. Ik bedoel, ik heb Don't Breathe. Zou kunnen, maar... Oké. Ja. En daarom ben ik gegaan voor Nocturnal Animals. Die heb ik daar ook gewoon ingevuld. Ik ben ook gewoon gegaan voor Nocturnal Animals. Ja, ja, ik wist, is het een thriller? Maar het is eigenlijk gewoon wel toch? Een thriller. Er zit een het is een thriller binnen een drama, ja, eigenlijk. Ja, dat ja. is het. Dus Nocturnal Animals, de beste thriller van het jaar. Unaniem. Hier heb ik misschien een verrassende keuze gemaakt. Zeker gezien de... Dat is geen verrassende keuze, Jasper. Ik weet welke jij hebt gekozen. En ik ben hier gegaan voor de film die anders was. Die iets nieuws probeerde. Oh, de film die ik denk ik de meeste impact gaat hebben. De film die nu al impact heeft op het feit dat bijvoorbeeld de volgende X-Men film, de Wolverine film, een R-rating heeft gekregen. Kan alleen maar Deadpool zijn. Oh my god, hoe kan je dat nou doen? Ja, ik vond het niet eens... Je was niet zo enthousiast toen je eruit kwam. Nee, maar ik heb hem daarna nog wel weer gekeken. En ik vind hem beter worden, hoe meer ik hem zie. Maar het is gewoon een film die dingen verandert voor Hollywood. En verandering is altijd goed en is belangrijk. Zeker daar. Ja, okay. Hij was wel heel erg fun. Ik heb ervan genoten. Maar oké, nou, dan zal ik gewoon zeggen. Ik heb voor Captain America Civil War gekozen natuurlijk. Omdat dat gewoon qua kwaliteit de beste superheldenfilm was van het jaar. Ik heb echt heel erg lang getwijfeld. Maar ik ben toch uiteindelijk gegaan voor Hell or High Water. Vond ik gewoon de mooiste film. En ik heb wel heel lang getwijfeld tussen dat en The Hateful Eight. En ik ben hier gegaan voor The Hateful Eight. Ja? Je hebt het voor klassiek gegaan? Ja. Ik vond Hell or High Water een fantastische film. Ja. Maar ik vond het is voor mij, het is wel een western. Maar The Hateful Eight is een echte western. Ik weet al welke film jij hier hebt gekozen. Ik weet het gewoon al. En die film heb ik dus niet gekeken. En die film dacht ik... Ik dacht gisteravond kwam het bij me binnen. Toen dacht ik, oh god, Jezus Christus, natuurlijk. Jasper gaat die film kiezen. En ik heb die film niet gekozen. En hij heeft al zo vaak gezegd dat je die film moet gaan kijken. Maar ik heb het niet gedaan. Schaam je. Toen dacht ik nog, ik kan hem daar... veilig binnenhalen, betaald natuurlijk. Heb ik niet gedaan, dus toen moest ik weer gaan zoeken. Want ik wou niet voor de Blair Witch gaan en ik wou niet voor de Conjuring 2 gaan. Dus ik ben gegaan voor 10 Cloverfield Lane. Is dat een horrorfilm? Ja! Op IMDb is dat een horrorfilm? Ja. Oké, you stretched. Ja. Okay. Maar dat is een hele vette film. Ja, daarom. Die ik ook graag in mijn lijst had gezet, maar geen plek voor heb gevonden. En ik ben gegaan voor een film die de Nederlandse bioscopen helaas niet gehaald heeft. Ja, dat dacht ik al. Maar wel uitgebracht is officieel. En dat is The Witch. The Witch. En dat is een meesterwerk. Dat is niet alleen de beste horrorfilm van het jaar. Dat is een van de beste films van het jaar. Een Kubrick-achtige, fantastisch gefilmde, hele akelige, onderhuidspannende film zonder traditionele jumpscares. Dus je bedoelt een film voor mij? Echt een film voor jou. Echt, hoe heb jij deze film niet gezien? Nou, dat was niet zo'n moeilijke keuze voor ons. Ik denk dat we hier dezelfde hebben. Prooi?
Dat denk ik ook. Of Renesse. Snakeweek. Nee, hier, ik heb de Zevende Hemel. Ik heb ook de Zevende Hemel. Ik moet wel zeggen, ik heb wel getwijfeld. Ik heb getwijfeld tussen Tonio en de Zevende Hemel. Ja. Nee, ik vind de Zevende Hemel heeft voor mij een soort van emotionele impact gehad. Die Adios Amigos niet had, waar ik nog over getwijfeld heb. Die Tonio zeker niet had. Nee. Maar de Zevende Hemel vond ik gewoon een mooie film. Het is wat anders, het is gedurfd. Het is een film die ook klein, niet alles lukt. Maar hetgene dat lukt is... Inkoppertje, denk ik. Zullen we het gewoon in koor zeggen? Oké, op 3, 2, 1? En dan zeggen we ineens iets anders. Dat kan ik met elkaar praten. 3, 2, 1. Passengers! Ah, grapje. Nee, ook Arrival natuurlijk. Natuurlijk. Arrival is de... Ja, is gewoon... No contest. Nee, we hadden deze categorie gewoon Arrival kunnen noemen. Beste Arrival van het jaar. We gaan volgend jaar. Wat is de beste Arrival van dit jaar? Ja, nee, een meesterwerk. Ja, prachtig. Prachtige film. Fantastische regisseur die het gewoon weer heeft geflikt. Vorig jaar ook al zo'n fantastische film Sicario heeft afgeleverd. En dit jaar weer een meesterwerk afleveren. En zullen we dan ook maar eventjes zeggen met God. Nocturnal Animals en Arrival. Dat Amy Adams onze actrice van het jaar is. Dat is geen officiële categorie, maar bij deze. Ja, durf je dat te zeggen? Jawel. Ja, nee. Ja, er komt één iemand erbij. Ja, maar dat is pas volgend jaar. Oh ja, tuurlijk. Oké. Ja. Dus Amy Adams, de actrice van het jaar. Onofficiële categorie, maar vinden we toch leuk. Mooi. Ik ben vergeten welke ik ook weer had. De beste actiefilm die ik heb gekozen is... Deepwater Horizon. Is ook bij me opgekomen. Ja. Maar ik ben gegaan voor Mel Gibson. Hacksaw Ridge. Oh, oké. Okay. Ja. Gewoon dat is gewoon, je kunt zeggen, het is een oorlogsfilm, geen actie. Maar als er mensen in vlammen met in slow motion allemaal salto's maken, dat is een actiefilm. Als mensen schieten. Als mensen schieten, is het actie. Als ontploffingen zijn, een helikopter. Ja. Nou, dat voldoet Deepwater Horizon. Ook. Schiet iemand daarin? Nee, maar er zijn wel explosies. Dat telt ook, oké. Okay. Ja. Compenseert genoeg. En een helikopter. Dat is... Ik heb net gezegd. Voor mij een film die ook wederom de Nederlandse bioscopen niet heeft gehaald. Want het was een moeilijk jaar voor comedy. Ja. En ik was eigenlijk richting een andere aan het gaan. Dat was The Nice Guys. Maar toen dacht ik, ja, is wel oké, het is een comedy. Maar en ineens schoot me een film te binnen waar ik echt heel hard om gelachen heb. Okay. Die ik heel leuk vond. En dat is Popstar, Never Stop, Never Stopping. Hilarische film van The Lonely Island. Ik ben gegaan voor Captain Fantastic. En dat is een film die we niet hebben genoemd, eigenlijk. Volgens mij hebben we geen review van gemaakt. Nee. En die wel echt heel veel indruk heeft gemaakt. Ja. Ik vond het een mooie film. Ik vond het een emotionele film. Maar ik vond het ook een hele grappige film. Dus ik ben er gewoon voor gegaan. Ik kan je blij verrassen. Want je denkt natuurlijk, waarom heeft hij die film nog niet genoemd? Ik ga hem hier noemen. De beste dramafilm is volgens mij Hacksaw Ridge. Hij heeft echt heel veel, ook gewoon emotionele impact gehad. En ik heb het ook weer een beetje opgerekt. Maar ik vind dit gewoon, ja, dat is eigenlijk wel de beste drama. Ja, het is een hele goede drama. Het is ook een dramafilm, inderdaad. Ja. Is ook zo van, is het drama, is het actie, is het oorlogsfilm? Oorlog is toch over alles. Er zit drama in, er zit humor in. Je had hem maar bij comedy kunnen zetten, theoretisch. En het was goed geweest. Alle facetten van de mens zit daar gewoon in. Ik heb een ander gekozen. Ja. En hier is wederom Hell or High Water, de film die het net niet is geworden. Slachtoffer van het systeem. Maar er is één film waar ik een van de meest positieve recensies van heb gegeven. Aan het begin van het jaar. Die me het hele jaar is bijgebleven. En die ik gewoon geweldig vind. Ja. En dat is Creed. Creed. Natuurlijk. Ik vind ik wel terecht. Ja. En zeker in jouw geval. Jij was daar zo lyrisch over. Je hebt het hele jaar over Creed gehad. De beste film van het jaar. Ja, en wie al onze recensies gezien heeft, en zeker de meest recente, zal dit geen verrassing zijn. Nee, dit is een invloedoefening voor iedereen. Ja. Hoop ik. Want het is namelijk... Ik denk dat je dezelfde hebben? Ja, natuurlijk. Oké. 3, 2, 1. La La Land. Ik dacht, als je nou weer een andere film gaat doen, dat is niet meer leuk. Je mag geen grapjes opmaken. Nee. La La Land natuurlijk. La La Land is met stip de beste film van het jaar. Net zoals vorig jaar had je natuurlijk, redelijk aan het begin van het jaar, in mei of zo, kwam Mad Max. En dat was gewoon no contest. Ja. En hier net op de valreep, vlak voor het einde van het jaar, komt er een film die er echt met kop en schouders bovenuit steekt.
Dan moeten we nog even naar de awards. Ja, onze speciale awards. Die we hebben allemaal een leuke naam bedacht. Die hebben we samen gekozen. Mm-hmm. En een van de eerste daarvan is de Armageddon Award. Voor de meest guilty pleasure van het jaar. Ja. Why him? Op de valreep. Ja, precies. Een film waarvan je eigenlijk weet dat hij heel slecht is. Maar we hebben er zo van genoten. Je weet dat hij zo stom is inderdaad. Maar ik heb er zoveel plezier aan gehad. Ja, dus ja. Why him? Een film waarvan we eigenlijk in de eerste instantie niet zo'n super denderende review van hebben gegeven. Maar die toch na vaker gezien te hebben. En in de loop van het jaar denk je van kut, daar hebben we naast gezeten. Daar zaten we, die hebben we niet goed beoordeeld. Hmm. Welke is dat? Weet ik echt niet meer. Weet je die meer? Nee. The Big Short. Oh tuurlijk, daar hebben we toch over. Ja, verdomme, ik was het gewoon vergeten. Ik ben een beetje de meneer de boer met Max Verstappen die social kaartje. The Big Short. Big Short. Ja, dat is heel goed. Die hebben volgens mij hebben we een 7 gegeven. Dus we gaven nog cijfers. En ik denk van, die film is zoveel beter dan dat. Ja, hoe hebben we daar zo naast kunnen zitten? De Nicolas Cage Award. Voor de meest gestoorde, crazy film van het jaar. The Neon Demon. Was die nou goed? Was die nou slecht? Onbegrijpelijk. Hij was Nicolas Cage. De meest overschatte film. De meest gehypte film van het jaar. De meest besproken film van en het jaar. Voor ons van... En waar wij zoiets hebben van... Het zal wel. The Revenant. Hier gaan we heel veel gebitje op. Maar het is niet dat het een slechte film is. Nee. Verre van. Nee, we hebben best wel een hele goede film. Alleen, hij is niet zo goed. Hij verdient niet zoveel credit als hij krijgt. Kutfilm van het jaar. En nogmaals, ik denk, als je een beetje onze reviews hebt gevolgd, dan is dit weer een info-oefening. Ja. Maar het is de film waar we nog steeds gewoon kwaad over zijn. Ja. Nog steeds denken van, Jezus. Hoe kan je dit doen? Er waren twee andere kanshebbers. Zeker. Dat waren Sneekweek en Renesse. Ja. Maar de allerslechtste film van het jaar is geworden... Kaken! Dit is geen hondenpoep. Nou, wat rest ons? Om te zeggen... Ja, de beste wensen alvast voor het nieuwe jaar. Voor 2016 wil ik graag zeggen... Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog. Duimpje omlaag. Laat zeker even weten wat jouw categorieën zijn. Hoe je die zou invullen als je dat leuk vindt natuurlijk. En voor de rest... Abonneren mensen en tot volgend jaar!